Nee, heb jij veel sympathie voor het linkse gedachtegoed, Filip? Zeker, zeker. Ja. Maar ik hoorde dat jij geeft een helft van je loon af. Ja, wat meer zeg je. Dat betaalt goed voor een politieker in België. Dat is 6.000 euro netto, hè. Kling. Ja. Dus, je houdt maar 1.500 over, dat je gezegd. Ja, dus, ja, 1.500, houdt dat over. De rest geef jij gewoon. De logica is een beetje van, je wordt niet politieker om meer geld in je zakken te steken. Je wordt gewoon politieker. Dat is gewoon een job zoals een andere. En ik vind dat wel fijn eigenlijk. Van, dan blijft eigenlijk, als je zegt altijd, van, als je niet leeft zoals je denkt, begint te denken zoals je leeft. En ik geloof daar echt in. Van, als jij 6.000 euro per maand verdient, dan leef je in een andere wereld als politieker. Dus ik vind dat wel fijn. Het klinkt prachtig, maar je bent zo zot als een achter. Maar... Aan wie geeft dat dan? Ja, nee, ja, de partij. Ja, ik denk dat is, ja, ik kan... Dus je laat andere mensen rijk worden. Ja, maar ze zijn ook niet echt. Dat is communisme.